kind onder de evenaar is meestal maar een bedelaar. Kinderen voor kinderen, voor kinderen vandaag. Als een kind in zo'n land arm en vuil van honger vergaat, als het slaapt op straat, als een kind niet eens weet wie zijn ouders zijn, dan lijkt een kind zo hulpeloos, zo kwetsbaar en zo klein te zijn. Kinderen voor Kinderen, deel 3. We hebben dit jaar 7.300 brieven binnengekregen van kinderen met ideeën voor liedjes. Florrie Anstad en haar assistenten hebben al die brieven doorgelezen en hebben daar de mooiste, de aardigste of de leukste ideeën uitgehaald. En met die ideeën zijn weer schrijvers en componisten aan de slag gegaan. En die hebben weer een hele LP volgeschreven. De derde, Kinderen voor Kinderen 3. Nou hadden we graag alle kinderen die ons hebben geschreven hier uitgenodigd om er vanavond bij te zijn. Maar we wisten niet waar we jullie moesten laten, want 7.000 is wel een beetje erg veel voor het spand. We hebben wel geloot en een aantal ideeënmakers die zijn nu hier. En ze zitten daar. Van de eerste 2 LP's is maar liefst 1,5 miljoen gulden binnengekomen. En al dat geld is weer naar kinderen gegaan. En ook met de opbrengst van deze LP zullen weer een heleboel kinderen blij gemaakt kunnen worden. Want net als de voorgaande 2 LP's gaat dat geld weer naar Farah's speelgoedactie. 35.000 kinderen in Nederlandse tehuizen zullen dit jaar een hele fijne Sinterklaas kunnen vieren. En het geld wat dan nog overblijft gaat naar een scholenproject in Tanzania. Maar ho, zover is het nog niet, want de plaat moet nog eerst verkocht worden en alle liedjes moeten nog gespeeld worden en gezongen. Nou, zingen, dat doet het Kinderen voor Kinderen koor en de meneer die al die jongens en meisjes een beetje koest moet houden, maar er ook voor moet zorgen dat ze op het juiste moment hun mond open doen, is Marjel Lustenhouwer. En muziek maken, dat doen de heren die hier beneden zitten. Het orkest onder leiding van Henk Westrus. Zo. En dan snel op naar het eerste lied. Ik zit hier tussen Marco, Hanneke en Rian. Marco, jouw vader is bij de politie, hè? Ja. Je bent dus het zoontje van de smeres. Ja. Kan je zeker nooit wat uithalen? Nee. Nee, want dan komen ze altijd naar mij toe. Ja? Is het wel eens voorgekomen? Ja. Vertel eens. Nou, gingen we met een groepje jongens gingen we peentjes jatten bij iemand achter. En toen kwam die mevrouw naar buiten rennen en die pakte een jongen die bij de groep hoorde. En die vroeg toen, wie waren er allemaal bij? Nou ja, zus en zo. En ik was er dan ook bij. Toen kwam ze naar ons toe. Toen zei ze tegen mijn moeder van, ja... Jouw zoontje was er ook bij en dat is dan het zoontje van de politie, die moet dan het goede voorbeeld geven. Ja, dan is het niet zo leuk dat je vader politieagent is. Nee. Dat... Hanneke, jouw vader is hoofd van de school. Ja. Word je er wel eens mee gepest? Ja. Wat zeggen ze dan? Nou, dan kreeg ik de schuld als mijn vader straf had gegeven. En dan als ik het dan gezien had, dan zeggen ze dat ik het gezegd had. En dan gaan ze slaan en zo, en oh, ja. Uitjutten. Net als Marco kan je ook nooit wat uithalen. Nee. En Rian, tot slot, jouw vader is dominee. Dat is lekker makkelijk, die hoeft alleen op zondag te werken. Nou, dat is niet waar. Nee. Hè? Nee. Maar je wordt er ook wel eens mee gepest? Ja. En met God en zo? Ja, want als ik naar school loop, dan roepen ze me wel eens na van... ja, nou, bid me lekker tot God. Dan, ja. Goed,
Dit lied is geschreven door Ivo de Wijs. De muziek is van Joop Stokkemans. Het wordt gezongen door Benny, Lara, Mark en het koor. Haha, je vader. Mijn vader die is dominee, daar word ik mee gepest. Zo de zondag zit erop, je vader kwam weer naar zijn nest. En roep ik snotverdomme, dan wijzen ze me na. Dan zeggen ze niet vloeken, anders gaan we naar je pa. Papa, papa, papa. Ha, 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 je vader, wie is gek? Je bent zelf al niet zo lekker, maar je vader is nog gekker. Ja, je vader is nog gekkerder dan gek. Mijn vader die is schoolhoofd en daar word ik mee gepest. Hé, hey, waarom zijn jouw rapporten beter dan die van de rest? En als ik word bevorderd, zoals je pa. Ik woon op een boerderij en ik hou erg veel van dieren. Dit schrijft Tini Naus uit Sprundel. Ik heb een pony en die heet Kwikkie. Het meeste houd ik van Kwikkie. Ik heb wel een paar vriendinnen, maar daar geef ik niet veel om. En ik denk meestal, mijn vriendinnen kan ik wel missen, maar mijn pony niet. Johnny mijn pony werd geschreven en gecomponeerd door Hans Peters. En het wordt gezongen door Miranda. Vol met beesten, daar is wat afgepiept, geblaft en gemiauwd. En echt, ik hield van ze, tenminste van de meesten. Ik ben niet iemand die van iedereen maar houdt. En nu heb ik al een jaar mijn eigen pony. Dat is wel wat anders dan een pad of hagedis. En ben ik nu bij, zo heet ik bij mijn Johnny. Dan voel ik pas wat echte liefde is. Hoor je mij toevallig praten over Johnny? Heb ik het niet over een jongen van mijn klas? Nee, dan praat ik uitgebreid over mijn pony. Die me liever is dan Bertus, Bob of Bas. Die me Peter van die naast zelf doet vergeten. Maar of dat over 2 jaar nog zal zijn, ik weet het niet en ik wil het ook niet weten. Ach, over 2 jaar is mijn pony toch te klein. Het is zoveel meer nog dan een dier om op te rijden. Ik sta soms urenlang gewoon maar bij het hek. Je roept maar Johnny en hij staat al bijna bij je. En legt dan zo dat kleine kopje in je nek. En dan kroel ik hem zo zachtjes door zijn manen. En wordt dan warm, maar ik weet echt niet van wat. Ik voel me rijk, maar tegelijk voel ik mijn tranen. Dat heb ik bij een jongen nooit gehad. Hoor je mij toevallig praten over Johnny? Heb ik het niet over een jongen van mijn klas?
Nee, dan praat ik uitgebreid over mijn pony, die me liever is dan Bertus, Bob of Bas. Die me beter van die naast zelf te vergeten. Maar of dat over 2 jaar nog zal zijn, ik weet het niet en ik wil het ook niet weten. Ach, over 2 jaar is mijn pony toch te klein. Door domheid word je uitgelachen, vreselijk. Door domheid sta je overal buiten, afschuwelijk. Ik wilde eerst over geweld schrijven, maar domheid vind ik nog heel veel vreselijker. Dit heb jij geschreven, Diedelinde. Waarom vind je het zo erg? Vaak dan is het van, dat kan jij toch niet of zo. Net of ze minder zijn dan andere kinderen. En dat slaat nergens op eigenlijk. En ik heb geschreven, ik wil eerst over geweld schrijven, maar domheid is erger. En dat komt omdat geweld komt vaak voort uit domheid, vind ik. Want mensen die zijn zo stom om te gaan slaan of zo. Ja. Dat vind ik dom. Even nog over domheid bijvoorbeeld op school. Hè? Als je nou niet goed bent in rekenen en taal, maar je kan bijvoorbeeld wel heel goed tekenen, dan is dat toch ook hartstikke fijn? Ja, voor die persoon wel. Maar vaak wordt er gezegd door die onderwijzers allemaal, is het van, maar tekenen is niet het belangrijkste en zo. Je moet veel beter je taal kennen of zo. Anders kan je later niet eens een fatsoenlijke brief schrijven of zo. En tekenen, daar heb je niks aan en zo. Wil jij dit nog even wat voor mij doen? Ik moet namelijk zo meteen heel snel daar zijn. Hier heb je de microfoon, hou me vast. Als je even hier begint te lezen. Ja? Ja. Het volgende lied werd geschreven door Herman Pieter de Boer. De muziek is van Tony Eijk en het wordt gezongen door Mark, Dagmar en het koor. Dokter, ik ben zo oliedom. Dokter, ik ben zo oliedom, dom, dokter, ik geef het toe. Dokter, ik ben het moe, moe, moe om niks te weten. Dokter, ik ben zo oliedom, dom, ik heb met mezelf te doen. Ik ben de kampioen, de allerdomste groen. Ik ga vandaag maar naar de dokter, ik kan er niet meer tegenop. Ik hoor de hele dag hetzelfde, en je hebt die zaagsel in je kop. Dat komt, ik zeg, de stomste dingen. Wat is de voornaam van Prins Klaus? Ik heb een zebra horen zingen. Hoe heet de dochter van de paus? Ik heb een afgrijzelijke kwaal. Ik ben het stomst van allemaal. Dokter, ik ben zo oliedom, dom, dokter, ik geef het toe. Dokter, ik ben het moe, moe, moe om niets te weten. Dokter, ik ben zo oliedom, dom, ik heb met mezelf te doen. Ik ben de kampioen, de allerdomste poen. Ik ben een hond. Ik een mooi boeket matrozen en van die taart de grootste helft. Wie kan er met zijn billen blozen? De tafel zou Delft, men in Delft. Ik heb een afschuwelijke kwaal. Ik ben het stomst van allemaal. Dokter, ik ben zo oliedom.
en moeders in de zaal weten dat hun kind een dagboek heeft. En wie lezen dat wel eens? Hup, allemaal naar beneden. Nou, daar geloof ik toevallig helemaal niets van, want we hebben een heleboel brieven gekregen van kinderen die schreven: mijn vader en moeder zitten altijd in mijn dagboek te lezen. Of zoals Marieke herschrijft: mijn broertje wil altijd in mijn dagboek kijken en nou verstop ik het wel, maar hij vindt het toch steeds. Nou, dat is allemaal niet best, want een dagboek is privé, geheim en bovendien helemaal van jezelf. En daarom hebben Jan Boerstoel en Harry Bannink het volgende lied geschreven. Diana zingt het met het koor: mijn tweede dagboek. Zeggen ze van niet, dat doen ze dus. Maar van dat lezen heb ik voortaan niks te vrezen. Want al die dingen die ik aan geen mens vertellen wil of kan, die schrijf ik in mijn tweede dagboek en daar weten zij niets van. Dus mogen ze wat mij betreft nieuwsgierig wezen. Mijn oude dagboek, daar mag iedereen in lezen. Kreeg ik in de gaten dat mijn moeder stiekem in mijn dagboek las en daar ook nog met mijn vader over praatte. Nou, je snapt wel dat ik reuze nederig was. Maar toen ik ze vroeg waarom ze dat nou deden, hebben ze dat allebei gewoon ontkend. En wat moet je dan, al ben je ontevreden? Kinderen trekken altijd aan het kortste eind. Dus toen heb ik maar een winkel opgezocht en een tweede dagboek voor mezelf gekocht. Want al die dingen die ik aan geen mens vertellen wil of kan, die schrijf ik in mijn tweede dagboek en daar weten zij niks van. Zomaar mee te stoppen, dat is raar. Maar alleen nog om de tijd wat te verdrijven. Dingen die een beetje gek zijn, of niet waar? En nu zie ik soms mijn moeder naar me kijken met zo'n blik van: gaat het echt wel goed met jou? Maar ze durft natuurlijk niks te laten blijken, omdat zij daarmee zichzelf verraden zou. En wat echt geheim moet zijn voor iedereen, heb ik eindelijk nu voor mezelf alleen. Ik ben de oudste thuis en ik heet Manita Tax. Ik vind het verschrikkelijk vervelend dat als je de oudste bent, altijd verantwoordelijk moet zijn voor je jongere broer of zus. En doen zij iets verkeerd, dan krijg jij op je kop. Volgens mij vinden die grote mensen meestal dat als je de oudste bent, dat je dan voor die dingen moet opdraaien. Maar nou deze brief van Yvette Wols. Ik zou graag willen dat er een liedje wordt gemaakt over de jongste uit het gezin. Ik heb het namelijk met ze te doen, omdat ik zelf ook de jongste ben. Je moet altijd voor je oudere zussen lopen en je doet het, al snap ik dat niet van mezelf. Had ik nou maar iemand onder mij, dan kon ik die commanderen, maar nee, die heb ik niet.
De oudste en de jongste, allebei dus niet zo leuk. Maar dan komt het ook voor dat je iemand onder je hebt en iemand boven je hebt. Dan zit je er mooi tussenin, op de wip. Tekst en muziek, Harry Gele. En het wordt gezongen door Marion. Ik heb een klein broertje van nog geen vier. Hij komt op mijn navel, hij doet me tot hier. Hij komt met zijn dengeltjes overal aan. Reuze beroerd, want ik mag hem niet slaan. Maar dan heb ik ook nog een oude zus. 17 jaar en allang gekust. Zij speelt de baas, zodat je wel raait. Uit welke twee hoeken de wind waait. Af en toe denk ik, hey verhip. Ik zit hier wel mooi op de wip. Tussen de wal en het schip. Met een broer op mijn schoot en een zus op mijn lip. Als mijn klein broertje van nog geen vier een ruzie met mij maakt, zeg maar hoor hier. Eén moet de oudste, de wijste zijn. Hou je gemak, want je broer is klein. Ik vind het goed hoor, ik vind het best. Laat van mijn zus weer dat basisnest. Ik maak de ruzie tot na verbood. Hou je gemak, doe wat zij groot. Af en toe denk ik, heverhit. Ik zit hier wel mooi op de wind. Tussen de wal en het schip. Met een broer op mijn schoot en een zus op mijn lip. Wie zit er s'avonds bij pap op schoot? Mijn kleine broertje, want ik ben groot. En wie moet om 9 uur binnen zijn? De kleine meid, opeens ben ik klein. Wie mag haar crème op haar gezicht? Oude zus, zij wel allicht. En heel soms mogen de schuifdeuren dicht. Als zij met een vriend op de bank ligt. Af en toe denk ik. Kerstmis was, viel het me op dat er steeds dezelfde liedjes werden gedraaid. En die oude kerstliedjes vervelen me zo. Dit heb jij geschreven, Joyce. Vind je ze allemaal niet leuk meer, die kerstliedjes? Nou, jawel. Ze zijn wel allemaal wel mooi. Maar ze gingen alsmaar over dezelfde onderwerpen. Over Jezus en Maria. Maar dat is wel mooi. Maar niet over de dingen die je anders altijd met kerstmis doet. En waar vind je dan dat een kerstliedje over moet gaan? Nou, over dat eten samen en bij de kerstboom zitten. En dingen die je samen doet met kerstmis. Wat ga jij doen met kerst? Misschien op wintersport. Weet je, we halen de winter al een heel klein beetje naar ons toe. Jack Gedella en Henk Westrus, die schreven Kerstmis. Alexandra en Wim zingen het met het koor.
was het hele jaar maar kerstmis. Nou zingen jullie wel een aardig moppie, maar spelen jullie ook nog een instrument? Ja, ja? Ik speel piano. Hierachter? Ik speel klarinet. Orgel. Piano en viool. Zo, ook piano. Orgel. Pick-up. Hebben jullie dat allemaal zelf mogen uitkiezen, behalve die pick-up natuurlijk? Ja. Ja? Ja. Ja. Ja? Heeft niemand gezegd van dat moet je doen? Nee. Moet je luisteren naar deze brief van Gjalt Rameijer. Ik heb een probleem, want ik wil zo verschrikkelijk graag drummer worden. Maar mijn moeder vindt het zo'n lawaai en mijn zus vindt het gek. Zo kan ik toch niet oefenen. Mijn vader en broertje zeggen dat ik maar blokfluit moet kiezen, maar dat vind ik nou stom. Hans Dorrestein en Frans Eelhart die schreven de drummer. En Wim zingt het niet alleen, maar hij is er ook nog voor op drumles geweest. Verliefd zijn is soms heel naar en 's nachts voel ik me reuze raar. Maar soms is het erg fijn, maar meestal heb je hartepijn. Je vraagt dan, wil je verkering? Dat is wel moeilijk om te vragen. En je denkt daarover vele dagen. Ik rijm nu net als Sinterklaas, maar mijn eigen liefde ben ik niet de baas. En dit prachtige gedicht werd geschreven door Jeroen Krabbedam. Ja, vind ik best wel. Jeroen, is het nog steeds zo erg?
Ja, dat is nog veel erger geworden. Oh. Hoe lang al? 30 september, half jaar. Zo. Dus jij bent al aan een jubileum toe? Ja, we zijn naar een disco geweest. Ja? Samen? Ja. Zelf. Op naar je koperen verliefdheid. Ja, zo kan je het wel noemen. Waar zit dat, verliefdheid? Nou, van je tenen tot bij je navel ergens. Ja, hier? Zie je helemaal. Ja. En in je kop? Zit het ook als in je kop? Nou, je denkt aan niks anders, hè? Nee. Gaat het dan wel met op school? Ja, dat wel, hoor. Ja. Ik geef even de Maaike, want die heeft ons ook over verliefdheid geschreven. Weet je nog wat je hebt geschreven? Nou, ik vond het een beetje gek dat er kinderen over uitlachten. Ja? Ja, ze deden zo gek erover, vond ik een beetje stom. En ja, ze deden allerlei dingen. Ze heeft een vriendje mee naar huis genomen. En dan kijken ze mijn grote ogen aan en dat vond ik een beetje gek. Hey, we gaan over naar het liedje. De tekst werd geschreven door Willem Wilmink en Frans Eelhard die schreef de mooie muziek. Mandy die zingt het en die is het verliefd. Soms is het fijn, soms is het naar. En in de nacht is het zo raar. Verliefd zijn is maar moeilijk te verdragen. En ik verzwijg die dingen maar. Want anders loop ik het gevaar. Dat iedereen me op een rot manier gaat plagen. Zouden zij die me willen jennen, de liefde helemaal niet kennen? Hebben ze allemaal een hart van steen, behalve ik alleen? Behalve ik alleen. Ik word er ongedurig van, zoals ik rondloop met het plan om aan mijn lieveling verkering te Als ik er niet toe komen kan, dan kom ik nooit meer aan de man. Maar stel je voor dat hij me zomaar weg zou jagen. Zouden zij die me willen jennen, de liefde helemaal niet kennen? Hebben ze allemaal een hart van steen, behalve ik alleen, behalve ik alleen. Maar als hij ja zegt, is het raak, dan is er liefde in de maak. Dan ben ik blij dat ik het toch heb durven wagen. Dan kust mijn liefste mij zo vaak. Dat lijkt me best een lekkere smaak. Dan is er plotseling iets nieuws in al mijn dagen. Dan klagen alle meiden steen en been, behalve ik alleen. Dan klagen alle meiden steen en been, behalve ik Zo, en dan worden we met z'n allen verliefd op Mandy. Jij ook? Nee. Waarom niet? Waarom niet? Nee, waarom niet? Ik heb een zalm alleen.
Hé hey Willy, jij hebt ons ook geschreven. Jij hebt op ballet gezeten. Ja. Hoe lang? 1,5 jaar. En waarom ben je er vanaf gegaan? Dans muis geholden voor de homo en poot en flikker. En waarom vond je dat zo erg? Ja, omdat als iemand zijn hobby uit wil beoefenen, hoe moet je daar niet iemand mee kwalijk nemen? En dat vind ik heel laag. Ja. Maar als je er nou zo meteen lak aan hebt, hè? Ja. Ga je er dan weer op? Ja, ik ga er ook weer op. Ja, oh, je gaat er weer op? Ja. Jongen, als jij straks solist bent in het Nationaal Ballet, dan kan jij ze allemaal uitlachen die jou hebben gepest. Ja. Hè? Het volgende lied is er eentje van Ivo de Wijs en Ruud Bos. Het wordt gezongen door Mark, want die is de jongen op ballet. Ik krijg het te horen bij ieder gesprek. Ze vinden het niks voor een jongen. Ze vinden het anders en anders is gek. Daar ben ik al lang van doordrongen. Kijk, voetballen, voetballen, tasje van het. En judo mag ook net als hockey. Maar als ik vertel nee, ik zit op ballet, dan gaan ze gelijk van een stokkie. Dan vragen ze, heb je zo'n rockie? Maar ik vind het leuk, ik moet gewoon meedoen. Ik vind het leuk, ik train en ik zwoeg. Een devel op B of een paardenboer. Ze lachen me uit, maar je zou moeten zien hoe ik ze voor schut zet bij tijden. Ze vragen, is dat met een vriendje misschien? Wel nee, zeg ik met een hoop meiden. Ze komen nog steeds met de stervende zwaan. Dat beest heeft wat op ze geweten. Maar dat het moderner en anders kan gaan, dat schijnen ze steeds te vergeten. En ik ben daar juist van bezeten. Ik vind het leuk. Leuk, leuk. Ik moet gewoon meedoen. Ik vind het leuk. Leuk, leuk. Bereid je maar voor. Ik zal een fenomenale jeté doen. Ik vind het leuk. En ik ga door. Ik vind het leuk. Leuk, leuk, leuk. Ik hou van bewegen. Geluid. Ze vinden het gek, maar daar kan ik van tegen. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk. En daarmee uit. Het meest stomme is eigenlijk die zondag, schrijven Nanny en Monique. Velen mogen alleen op zondag hun leuke kleren aan. Het is overal stil. De meesten moeten naar de kerk of op bezoek bij hun familieleden. En de winkels zijn altijd gesloten. We vervelen ons altijd rot. Henk van der Molen die schreef zondagmiddag en Dagmar die zingt het. Ja, zondag. De visite komt. Je moet in je nette jurk aan of je nette broek. Je weet niks leuks te verzinnen. En het lijkt wel of het zondagmiddag altijd regent. Zondagmiddag, regen op de ruiten. Zondagmiddag, je kijkt maar eens naar buiten. Vieze natte straten, een zondag om te haten. En je moeder maar zeuren aan je kop. Heb je niks te doen, ruim je kamer dan eens op. Zondagmiddag, spieters, watters, petter. Omdat je niks bedenken kan, verveel je je te pletter. En ook omdat je op zo'n dag niks mag, is zo'n zondag voor mij de rotste dag. Zondagmiddag, niks om mee te spelen. Al mijn spullen, die mag je van me stelen. Straks komt er visite, daar kan ik wel op schieten. Krijg ik een kusje, ik schaam me half dood. Krijg ik weer te horen, wat wordt het kind te groot? Zondagmiddag, spitter, spatter, spetter. En trek je nieuwe jurk aan, dan ben je straks wat netter. En ja,
thuis omdat je op zo'n dag niks mag. Is zo'n zondag voor mij de rotste dag. Dat je niks bedenken kan, verveel je je te pletter. En juist omdat je op zo'n dag niks mag, is zo'n zondag voor mij de rotste dag. Soms niet zo leuk, schrijft Marieke Kaarscharen, dat oudere mensen, opa's, oma's of je eigen vader en moeder, zo vaak zeggen: goh, vroeger had ik nooit zoveel speelgoed als jij. Of vroeger gingen wij nooit zo vaak weg, jullie zijn ook nooit tevreden. Zij gingen vroeger overal lopend of met de fiets heen. Nu gaan we met de auto. Maar kunnen wij er wat aan doen dat wij nu geboren zijn? Laten ze daar toch eens mee ophouden. Ze zitten nu zelf ook met hun achterste in een auto en dat vinden ze maar wat fijn. Een lied van Jack Gadella en Henk Westrus. Lara en Benny die zingen het met het koor vroeger. Als je soms een broek niet leuk vindt, of je lust iets niet zo graag, of je wilt een ijsje kopen, of je zakgeld is te laag, komt je vader of je moeder met een even oud verhaal. Al te praten over vroeger, nou dat is niet normaal. Had je weinig kleren, maar nu droeg je alles graag. Vroeger kreeg je nooit een ijsje, maar je hoorde geen geklaag. Vroeger kreeg je 2 cent zakgeld en je spaarde er 5. Dat je dat vroeger zeurde, nee dat liet je uit je lijf. Ja, die goeie oude tijd, die maak je niet meer kwijt. Anders wordt er meer gezeurd, wat vroeger is gebeurd. Wat kan mij dan vroeger schelen? Vroeger is verleden tijd. Vroeger was je met z'n tienen en dat vond je heel gewoon. Vroeger was er nog een plastic of tv of telefoon. Vroeger was het vaak behelpen, maar die tijd is toch voorbij. Vroeger waren jullie anders, maar wat zegt dat dan voor mij? Vroeger was het dus zo leuk niet. Ja, dat neem ik echt wel aan. Dat is dan een goede reden niet naar vroeger terug te gaan. Ja, die goede oude tijd, die zijn we lekker kwijt. Die is niet langer meer gezeurd, want het vroeger is gebeurd. Want die goede oude tijd, die zijn we lekker kwijt. En die zijn we niet tegen nu, vroeger was vroeger. En nu is nu. Ja, Breuge, jij hebt ons een brief geschreven en die ging eigenlijk niet over jezelf, die ging over je broer. Jouw broer is Mongool. Nou vinden een heleboel mensen dat griezelig of zielig. En wat zeggen ze dan tegen jou? Nou, ze zeggen het meestal niet, maar ze stond laatst in market met mijn vader en mijn moeder. En toen stond hij een broek te passen. En toen stonden er een man en een vrouw en een paar kinderen. Die waren ook een broek aan het passen. En Juppé die stond nou toen in zijn onderbroek, omdat hij moest passen. En toen zag ik die kinderen al lachen en die gingen achter een paar kleren staan. Die hadden het niet meer. En wat vind jij dan? Wat denk je dan? Nou, dat mag kan wel wat minder. Dat hoeft helemaal niet. Je hebt de laatste spreekbeurt gehouden, hè? Ja, nou iedereen vond het heel erg moedig van mij. En vond het heel erg goed. Dat was nog in de vorige klas. Daar had ik ook een heel goed cijfer voor. En meneer was heel erg blij dat ik dat kon.
Dat was een spreekwoord over? Mijn broer, Magon. Je hebt je broer bij je, die zit hier naast me. Jan Pieter, JP zeggen ze bij jou, hè? Ja, ja. Hoe oud ben jij? Ik ben 13 jaar geworden. Wanneer heb je een goed feest gehad? Ja. Vertel er eens wat over dat feest. Nou, ik ga natuurlijk 18 jaar leeftijd, maar ik ben nog niet zover, want ik ga nog een tijd afwachten. Jij gaat op 18 jaar leeftijd ga je een feest geven? Ja. Nou, nog niet, maar ik hoop nog een 18 jaar leeftijd te zijn. Wat wordt dat voor soort feest? Gewoon nationale, gewoon maar een receptie houden, alleen maar minutes. Een receptie? Ja, minutes. Nee, waarom heet dat een receptie? Zo heet het helemaal. Maar andere mensen geven een receptie als ze gaan trouwen? Nee, ik ben nou eigenlijk gewoon aan het trouwen, dat kan ik zo nooit, hè. Nee, dat kan ik niet. En dan geven je ouders toch een groot feest als je 18 bent? Ja, echt wel, ja. Ben je al voor aan het sparen? Ja, ik heb eigenlijk een eigen bankrekening en dan spaar ik heel veel geld op en dan ga ik feesten geven. Ja. Jij bent ook trainer van een voetbalclubje? Ja, klopt, ook. Ja, wat leer je ze dan allemaal? Nou, hij loopt zoiets en andere dergelijke voetballen, wat ze doen en zo en andere dingen. Heel leuk dat je bent meegekomen. Ja. We gaan kijken naar Martijntje, want die staat al klaar. Het is een lied van Boudewijn Spitsen en van Frans Eelhart en het heet Mijn Broertje. Is niet helemaal, niet echt zoals het hoort. Hij ziet de wereld niet als wij, is ook veel vrolijker dan wij. En met de kleinste dingen blij, dat komt mijn kleine broertje, is geestelijk gestoord. Mijn pa en moe en ik, wij houden heel erg veel van hem. We spreken thuis een eigen taal en die verstaan we allemaal. Voor ons is dat dan heel normaal, maar anderen die schrikken bij het horen van zijn stem. Ik weet het is wel griezelig voor buitenstaanders dan. Wat zeg je en wat moet je doen? Medelijden? Goed fatsoen, mijn tante griezelt van zijn zoen. Daar worden ook mijn ouders vaak nog erg verdrietig van. Mijn broertje heeft een hele mooie en aparte school. Waar hij net als een vriendje speelt, werkt en lacht, zich nooit verveelt. En geen van hen voelt zich misdeeld. Soms ben ik haast jaloers op hem. Mijn broertje is Mongool. Mijn broertje is Mongool. Hij wordt nu al wat ouder en dan merk je langzaam aan dat ik met hem en hij met mij steeds moeilijker om kan gaan. Mijn vader en mijn moeder hoor ik praten met elkaar. Hij blijft voor ons een lieve schat, maar de last is soms wel zwaar. En zou het dan niet beter zijn voor ons, maar ook voor hem, dat hij naar al zijn vrienden ging in huizen Hos en Brem. Het idee voor het laatste lied, dat komt van Margien Bark. Ze schrijft, ik ben vergeetachtig en dat is erg lastig. Ik vergeet mijn huiswerk mee te nemen of te maken.
En elke dag vergeet ik wel wat voor in de pauze mee te nemen. Ik vergeet dat mijn fiets bij de fietsenmaker is en denk dus dat die is gestolen. En als ik te horen krijg, post die brief nog even, ligt die nog dagen op tafel. En als ik... ik geloof dat ik dit voorbeeld ook vergeten ben. Het is geschreven door Herman Pieter de Boer en Tonnie Eijk. Nathalie zingt het met het koor. Ik heb het allemaal niet bij me. Potje lijm en liniaal en lekker pijpie krijt. Heren me tijd, helemaal kwijt. Donald Duck en Guus geluk en lekker stukje koek. Niet in mijn broek, helemaal zoek. Waar is mijn geheugen? Heeft u het soms gezien? Ja, voor vergeten krijgt het kind een 10. Ik heb het allemaal niet bij me. Ik zou niet weten waar het ligt. Ik zit met raadsels en geheimen en met een vraagtekend gezicht. Zijn plek, het is toch te gek. Waar is mijn geheugen? Ik zoek het al een jaar. En daarom horen wij nu weer van haar. Ik heb het allemaal niet bij me. Ik zou niet weten waar het ligt. Ik zit met raadsels en geheimen en met een vraagteken gezicht. Ook op de plaat. Van de eerste LP gingen er 170.000 over de toonbank. Van de tweede LP werden er 270.000 verkocht. Laten dat voor de derde de 370.000 worden. Want het is voor een goed doel. Kinderen voor kinderen. Zo kwetsbaar en zo klein te zijn.